waar we gisteren hoorden op Maria Gods lofzong in haar Magnificat, mogen we vandaag in het evangelie lezen dat Zacharias zijn vreugde over God uitzingt, verkondigt nadat zijn zoon Johannes is geboren. Juist de geboorte van zijn zoon opent zijn mond. Waar de buren en familie het kind naar zijn vader willen vernoemen, om zo de aandacht op hem te richten, wil Zacharias dat niet. Hij is niet de belangrijkste, dat is God. Daarom moet het kind ook Johannes heten. Het verwijst duidelijk naar God, een God die ons mensen met zich wil verzoenen. En dat is wordt Johannes' taak ook. De aandacht moet uitgaan naar God. De naam van Johannes riep dus verbazing op bij de mensen rondom Elisabeth en Zacharias. Zo kan ons leven in Christus ook mensen soms tot verbazing oproepen, die niet zien dat God er waar voor ons en voor iedere mens wil zijn, die iedere mens met zich wil verzoenen, die niet de verbondenheid met God al hebben ervaren. Elisabeth en Zacharias wisten heel goed dat ze het leven niet in handen hadden, maar dat het werkelijk een geschenk was van God, waarover men zich moest verheugen. In onze wereld zoeken wij vaak de vreugde en het geluk niet bij onszelf, in wat we hebben of wat we doen, terwijl de echte vreugde mogen vinden in God die ons werkelijk nabij wil zijn. Doorheen de hele geschiedenis van het Jodendom zien we de wonderlijke geboortes die van tevoren worden aangekondigd, die laten zien dat God met ons mensen op weg wil gaan door het leven. Johannes is de laatste in de rij, de echte voorloper, de wegwijzer naar Christus toe. Daarom nu ook vlak voordat we Kerstmis gaan vieren, dat we extra bij hem blijven stilstaan. Met hem mogen we kijken hoe het zit met onze weg naar God toe. Hebben we alleen nog maar de buitenkant klaar voor de komst van de Verlosser? Of hebben we ook ons hart reeds op orde? Is hij ondanks alles welkom? Laten we dus met Zacharias lof zingen, omdat God ons zo nabij wil zijn. Of zoals het in de laatste O-antifoon klinkt, hij is het die ons redt. Hij is de Heer van het leven. O Emmanuel, aan ons werd gegeven de weldaad van uw koninklijke wet. Gij zijt die wordt verwacht en die ons redt. Kom ons nabij, God, Heer van al het leven.